We staan hier om jonge mensen de speelse en mooie kanten van de wetenschap te laten zien. En dan voornamelijk de wetenschap die we aan de beta-faculteit van de Rijksuniversiteit van Groningen doen. Het moleculaire sieraden maken is een van de opstellingen die we mee hebben. En hier maken we sieraden zoals deze oorbellen van mooie, ingewikkelde moleculen. En daarna zit er nog een heel wetenschappelijk verhaal achter, want de buggybal die ik hier in mijn oor heb hangen, dat is een van de twee elementen die in een plastic zonnecel zit. En naar die plastic zonnecellen doet Maria Looy aan de Rijksuniversiteit van Groningen veel onderzoek. Hier hebben we de Sustainable Dancer inderdaad. Hier kunnen bezoekers op de dansvloer gaan staan. En dan door te dansen of te springen of in ieder geval te bewegen, wekken ze energie op. Kun je precies zien hoeveel calorieën je in dit geval verbrand hebt en wat je vermogen is. Nou, en deze dansvloer, hier zit een dynamootje in om de energie op te slaan. Wat bijvoorbeeld ook mogelijk is, je hebt bijvoorbeeld piezo-elektrische kristallen. Dat zijn kristallen, als je die een beetje indrukt, dan gaat er een stroompje lopen. Dus het zou bijvoorbeeld mogelijk zijn in bijvoorbeeld verkeersdrempels. Als de auto er overheen rijdt, dan is er een druk. En dan gaat er vervolgens een stroompje lopen en die kan gebruikt worden voor bijvoorbeeld verlichting. Nou, we hebben gedurende het jaar allemaal verschillende activiteiten om scholieren en hun docenten in aanraking te laten komen met de wetenschap. Als je wil weten welke activiteiten de Rijksuniversiteit Groningen en ScienceLinks gedurende het jaar doen, moet je even op onze website kijken. www.rug.nl/ScienceLinks.